Het is momenteel niet mogelijk vreemde valuta, met name euro's of US-dollars, te pinnen. Dit melden drie commerciële banken, te weten Finabank, de Republic Bank en DSB Bank, aan onze nieuwsdienst. De marketingafdeling van de Surinaamse bank geeft aan dat het nooit mogelijk was om vreemde valuta te pinnen bij haar ATM's. Als DSB-cliënten een valutarekening hebben, kunnen zij hun geld binnen de bankinstelling zelf opnemen. De marketing- en communicatieafdeling van de Republic Bank geeft aan dat er een noodzakelijke technische upgrade moet plaatsvinden bij al haar ATM's. Ook deze cliënten kunnen binnen de bank hun zaken regelen. De Finabank heeft via haar verschillende social media kanalen bekendgemaakt dat het alleen mogelijk is vreemde valuta op te nemen bij haar ATM's die gevestigd zijn bij de filialen van de bank. Bij de Finabank ATM die gevestigd is bij de politiepost Apura is het ook mogelijk valuta te pinnen. Bij de overige ATM's kan men dus alleen SRD's opnemen.